Ik vind het dus heel erg jammer dat ik pas later ben begonnen met beleggen. Ik heb gewoon veel ja. te weinig oog gehad voor wat dat je kan brengen. Waar word jij hoopvol van? Dus kijk naar de toekomst. Oef, uh, god, ik weet niet of ik zo hoopvol ben. <laughs> ik denk dat het er niet relevanter is nu dan je geld inzetten op het proberen tegen te gaan van klimaatverandering. Welkom bij Money as a Means. In deze serie praten we over een nieuw perspectief op geld. Geld niet als doel op zich om een groot huis of een dikke auto te kopen, maar geld als een middel tot het helpen oplossen van de werelds grootste uitdagingen, te beginnen met klimaatverandering. In deze aflevering spreken we met Irene Rompa. Irene is een echt bochtbeeld van de Nederlandse duurzaamheid en start-up scene. Ze heeft onder andere dopper het waterflesjesmerk naar Amerika gebracht. Ze heeft jarenlang de duurzaamheidsstrategie van TEDx geleid. En ze is momenteel veel gezien spreker en dagvoorzitter. Ontzettend leuk om jou in de studio te hebben, Irene. Ja. Echt een grote eer dat jij uh, welkom komen. Ik zie jou overal op elk podium van Nederland inmiddels. Uh, dus ontzettend veel credit, hoor, maar goed. Ja. <laughs> nee, voor real. Ik las jouw cv uh, vanochtend door, op haar voorbereiding. En daar kwam ik me toch een, een, een dijk aan achievements tegen. En wat mij opviel is dat jij eigenlijk vanaf jongs af aan al recht uit de studiebank bezig bent geweest met maatschappelijke thema's. En ik vroeg me af, hoe is dat zo gekomen? Uh, ik denk, ik zat er vanochtend zelf ook over na te denken. Ik denk dat het vanaf een jonge leeftijd al wel in me zat om um, nou niet zozeer alleen duurzaamheid, maar ook wel gewoon je heel bewust te zijn van... De zeer bevoorrechte positie die we hebben om in een veilig land te zijn geboren. Mijn moeder heeft 40 jaar bij het COA gewerkt. En Greenpeace was altijd onderdeel van onze jeugd. Dus ik denk dat mijn ouders het wel vanaf heel vroeg instild hebben in ons als kinderen. Uh, en toen ik een tiener was, was het een beetje problematisch. Want toen voelde ik me zo opgelaten en soms ook wel een beetje schuldig en ongemakkelijk. En ik wist niet hoe ik me moest verhouden eigenlijk tot die positie. En toen ik ging studeren, werd het bijna een soort bewuste keuze van. Dit heeft geen zin en niemand is hiermee geholpen. Um, en duurzaamheid werd eigenlijk een soort: ja. Als ik hier nou constructief aan ga bijdragen. dan is dat een soort antwoord om om te gaan met die uh, interne. noem het even ombreden. Ja. ja, mooi. En je hebt uh, in je carrière heel verschillende hoeden gehad. Je bent ondernemer geweest. Je, bent, je hebt een aantal maatschappelijke initiatieven uh, gelanceerd. Zoals. De lander Vond ik heel mooi. Laten we daar straks ook nog wat verder over hebben. Maar ook um, het initiatief voor de zorg tijdens COVID heb jij gelanceerd. De week uh, van niks kopen uh, heb je gelanceerd. Uh, je bent ook bestuurder en nu ook investeerder. En, en dus ook dagvoorzitter. Hoe is jouw rol en de rol die je wilt spelen binnen duurzaamheid en impact geëvalueerd over je carrière? Ja, ik denk dat het onderwerp binnen duurzaamheid, waar ik altijd mee bezig ben, is. Um... God, wat is de Nederlandse stem. Ik zeg conscious consumption, dus ja. um, bewuste consumptie. Ja. En inderdaad, het was een maand, die uh, Buy Nothing New maand, dat is ja. een Australisch initiatief. Okay. En ik hoorde daarvan in 2010, omdat ik op een congres was waar de uh, voorheen uh, werelddirecteur van Greenpeace sprak, Paul Gilding. Het is een initiatief uit Australië en ik weet gewoon nog, ik zat in het publiek en mijn hele lijf ging zeg maar van, oh mijn god, dit moeten we ook in Nederland doen. Dus een vriendin en ik hebben die maand opgezet. Helemaal aan de start van de sharing economy, dus in 2011. En op het hoogtepunt deden er ongeveer 4000 mensen mee, met een maand lang dus, ontdekken hoe leuk het is om niet te kopen, maar wel te lenen en te delen en te huren en te repareren, te repareren of te ruilen. Uh, dus ja, een van de, gewoon minder dingen kopen. Dat lijkt me een onwijs mooie uh, proef. Ik zou het ook zelf graag uh, ja, doen. Nou, het is nu dus <laughs> heel, heel relevant nog. Dat vind ik ja, eigenlijk ook wel een beetje... Maar het initiatief ja. bestaat niet meer, als ik je zo hoor. Nou, ik ben naar Amerika verhuisd een aantal jaar later. En toen yeah. zijn wij de gestopt. Dat heel veel werk. Want wij gaven dan elke dag eigenlijk opdrachten aan die mensen. Zoals bijvoorbeeld, um, nou, wat was een opdracht? Uh, draag vandaag, of draag de hele week iets wat je al een, meer dan een jaar niet hebt gedragen. Yeah. Of je mag dus een maand überhaupt niks kopen, dus, of niks nieuws kopen. Yeah. Dus uh, je moet repareren. Of uh, je gaat een ruilfeest organiseren. Dus het, het was gewoon heel veel werk. Maar er zijn heel veel mensen nu mee bezig, nog steeds. Ah, vier jaar later. Ja, Dank. jammer dat het nog steeds nodig is. Maar um, het is nog steeds relevant, blijkt. Een andere campagne die je uh, hebt opgezet... die ik heel interessant vond, was de Tevredenlander. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Waar kwam het vandaan? En wat heb je ervan geleerd? Ja, dat was in 2016. Dat wij, uh, Silke en ik, een vriendin... wij zaten koffie drinken en eigenlijk de kranten te lezen. En zeiden allebei tegen elkaar van... bizar dat... Toch wel het beeld ontstaat dat Nederland in brand staat. Ja. Um, zullen we elkaar sms'jes gaan sturen als we blij zijn met iets en als we dus tevreden zijn? Dus bijvoorbeeld, uh, ik loop de deur uit en ik zie dat uh, de straat wordt schoongemaakt, dan stuur ik dat naar haar van, oké, okay, ik ben hier over een tevreden. Land. En toen kregen we het idee van als we dat nou met iedereen doen. Dus toen was het de hashtag Tevredenlander. Ja. En hebben we een website gemaakt um, waarbij als je op social media iets deelde met de hashtag Tevredenlander. Ja. Dan werd dat automatisch ingeladen op die site. Waardoor tevredenlander.nl dus, dus een soort aggregatie werd van alles waar mensen tevreden over waren. Gaaf. En uh, ja, het werd best wel werd opgepikt door de media. Dus was echt, de, volgens mij was het in maart de verkiezing, 2017. Dus in aanloop daarnaartoe wilden we dat initiatief echt lanceren. Ik moet er wel bij zeggen, ik had het nu niet opnieuw gedaan. Waarom? Nou, omdat ik nog steeds. Mis, gewoon, Nederland is het beste land, denk ik, in de wereld om in te wonen. Maar ik denk wel dat we. Tenminste, ik. Vroeger dacht ik wel. Ja, ik ben wel veranderd in het idee. Vroeger dacht ik echt de overheid, dat zijn wij. Ik heb een rotsvast vertrouwen in de goedheid van de overheid. En ik zie natuurlijk nu wel door. Um, nou, noem het recente berichten, toeslagen, schandaal. Dat soort dingen. Dat ik zou het nu ongepast vinden. Hmm. Om een campagne als toen te lanceren, omdat ik nu meer oog heb voor hoe toch ook slecht het gaat met heel veel mensen in Nederland. Hmm, ja, interessant. Ja. Maar toch de gedachte van het delen van hetgeen waar je tevreden mee bent. Ja. Wat, wat doet dat met je geluksbeleving? Nou, of als je hoort dat ja. iemand anders tevreden is over iets. Wat... Ja. Nou, die website was echt, ja, het is echt gek. En ik, heb, ik rijd zelf niet zo heel veel auto. En ik was, het is toen natuurlijk, was het, het is, hoe lang geleden is het nu? Zes jaar geleden. Heel veel mensen hadden het over de Nederlandse infrastructuur. Ik merkte ook echt dat heel veel mensen als ze terugkwamen uit het buitenland... pas weer het besef hadden van hoe goed we het hebben in dit land. Ja. Um, maar net als met die bijna Nothing maand merkte ik dat die community functie superleuk is. Dus als ja. je met een aantal, hond, paar honderd mensen of paar duizend mensen iets samen doet en dat uitwisselt... Nou goed, jij weet dat waarschijnlijk van Carbon Equity, dan... Uh, ja, dat is gewoon te gek. Graaf. ja. En, en waar was Nederland tevreden mee infrastructuur, okay. uh, en toch ook wel zorg, ja, zorg, ja. Ja, zeker, ja. Um, veiligheid. Mm -hmm. Dat waren de drie grootste. Infrastructuur was echt far ja. het grootste thema. Denk. Ja. Als je kijkt naar sociale media, zie je dat uh, echt vaak negatief nieuws uh, of klachten veel viraler zijn dan positief nieuws. En eigenlijk hebben we dus ook heel weinig positief nieuws als je kijkt naar een hele ja, het aandeel van, 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 van positieve nieuwsberichten op nu.nl, dan houdt het niet over. Hoe komt dat, denk je? Waarom is negatief nieuws zoveel viraler dan positief nieuws? Nou oh ja, als ik dat zou weten... Uh, ik denk, nou, als je kijkt naar social media, denk ik omdat het een reactie instigeert... en daar gaan algoritmes goed op. Helaas. Ik zie ook wel dat echt positieve berichten ook wel echt viraal gaan... Maar ik denk inderdaad in het algemeen helaas dat algoritmes zo zijn ingesteld gewoon op commotie yeah. en dat de menselijke psyche toch heel erg aangaat. Ja, dan kan je dan helemaal psychologisch verklaren met yeah. amygdala en uh, ons angstcentrum dat we gewoon heel erg reageren op gevaar. Yeah. Maar ik kan dat niet vanuit ja. een bepaalde expertise verklaren, hoor. Maar ja. dat is denk ik wel de verklaring. Ja. En Heel veel van wat je hebt gedaan, of nou de Tevredenlander, of de Koop Niks Nieuwsweek is, en heel veel andere initiatieven gaan heel erg over het in beweging krijgen van de burger. Ja. Wat heb jij geleerd door al die verschillende dingen heen over hoe je mensen in beweging krijgt voor een thema zoals klimaatverandering, wat toch ergens een bepaalde gedragsverandering vereist? Wat heb ik geleerd? Goeie vraag. Um, nou, ik ben zelf geïnteresseerd in gedragsverandering, want ik ben psycholoog. Ik denk dat ik geleerd heb dat het doen met een groep heel veel waarde heeft. Ik weet nog dat toen we begonnen met die Buy Nothing New Maat, dat mensen echt sceptisch waren. Ik moet wel zeggen, dit was dus de tijd dat er nog niet Facebook Ads en zo waren. Hè? Dus je kon ja. niet... Het is toen heel, nou ja, organisch gegroeid tot dus 4000 volgers op Facebook, wat toen voor ons een mega succes was. <laughs> uh, maar ik weet dat mensen heel sceptisch waren en dachten van, nou, dit gaat, dit gaat hem echt niet worden. En dat toch heel veel mensen het heel leuk vonden om met elkaar dat aan te gaan. Um, nou, als ik het toch even terug relateer naar Carbon Equity, voor mij is. Uh, een van de redenen dat ik investeerder ben in jouw fonds, in jullie fonds. is ook die community-functie. Ja. Dus ik denk als mens wil je gewoon heel graag. onderdeel. Dat heb ik wel gezien in al die initiatieven. Dat dat inderdaad voor heel veel mensen heel veel waarde heeft. En ik denk wel dat mensen heel blij worden van positief nieuws. Ja, tevredenlandig. Ja, ik denk wel dat 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 het bijdraagt aan je dagelijkse dag. Ja. Grappig, ik had laatst een gesprek over. Dit is echt iets wat ik probeer te doen. Ja. Vaak als je iets koopt of stel, uh, ik geef even een bijvoorbeeld, ik, ik liet steunzolen aanmeten. Dan krijg ik die en dan zegt die meneer in de winkel van, uh, nou, bel me als het niet goed is. Ja. Toen zei ik van nou, ik ga ook bellen als het wel goed is. Ja, dus ja, ik kocht ja. een printer op Marktplaats en ik belde die man om te zeggen ik ben er echt super blij mee. Maar die man die <laughs> dacht natuurlijk van zij belt om te zeggen er is iets ja. mis. Ja. ja, gewoon even iemand laten ja. weten van het is goed afgelopen. Ja. Dat is gewoon leuk, weet je wel. Dus dat soort ja. dat probeer ik wel heel bewust uh, te de doen. De, ik denk wel dat positieve berichten zeker heel veel goed doen. Ja, uh, voor leuk iemand, is eigenlijk. Ja. Dat is iets uh, om mensen echt aan te moedigen om inderdaad ja, vaak waar het, het seksueel goed is. Ja, ja. Vraag, ja maar ook dus als service provider te zeggen, bel me even als er, als er iets is. Ja. ja. Ook dus als het positief is. Ja, superleuk leuk ja. dat je dat doet. Maar waar word jij hoopvol van? Dus kijk naar de toekomst. Oef. Uh, God, ik weet niet of ik zo hoopvol ben. Ja, dat is wel een <laughs> beetje een lastig antwoord misschien. Um... Nou, ik denk zelf, ik weet oprecht niet of ik super hoopvol ben. Ik ben best wel een beetje bang voor de toekomst, als ik eerlijk ben. Uh, en ook wat ons nog te wachten staat. Waar ben je bang voor? Uh, nou, voor hoe de wereld zich ontwikkelt. Ik ben echt best wel bang voor de effecten van AI. Hoe ontzettend uh, veel ik er zelf ook mee kan. Ja. Denk ik dat onderscheid straks maken tussen wat echt is en wat niet wordt echt een major issue. Het wordt er gewoon ja. echt een groot probleem. Zeker. Wat is de waarheid? Dat kan ja. echt totaal ontregend worden. Nou goed. De klimaatcrisis. En ik vind het heel moeilijk om in te schatten. Want ik heb het ook met mijn ouders daarover. Uh, ook het onderwerp. Wil je kinderen of niet? Zet ja. je het niet weg in een wereld zoals dit? En zij zeiden van in onze tijd waren er ook mensen die al twijfelden aan kinderen. Omdat de wereld toen ook uh, heel veel gevaren kende. Plus. Verstand. Ik bedoel net na de Tweede Wereldoorlog. Dus ja. wat uh, is bijna erger. Dus ik vind het heel moeilijk om in te schatten. Ik weet dat je altijd in je eigen tijd denkt dat het het ergste is. Hmm. Maar de klimaatcrisis lijkt me toch wel... Een ander niveau. Yeah. Um, en als, uh, als ik zelf een soort van angstig word, dan denk ik altijd, kijk altijd naar de helpers of gewoon de mensen. Dus kijk naar de helpers. Het klinkt een beetje als een, kijk naar mensen die gewoon goed doen. Dat geeft mij hoop eigenlijk gewoon. Yeah. Naar de kleine dingen. Maar dat zit dus, de kleine dingen ook echt, die je in je eigen gemeenschap kan doen. Yeah. Daar word ik blij van, van mensen die zich daarvoor um, inzetten. Cool. Ja. Zijn er mensen die je inspireren uh, en die je volgt op, uh, op het vlak van duurzaamheid? Uh, op het vlak van dus, maar dan meer op het vlak van gemeenschapszin. Okay. Ja, en dat zit dus, dat zijn helemaal niet bekende mensen. Dus ja. ik kan nu een aantal namen noemen. Ik denk niet dat jij ze kent, want ja. ze zijn helemaal niet beroemd. Maar ik zie gewoon hoe zij in hun gemeenschap uh, dingen doen om anderen te helpen. Ik hou wel heel erg van mensen die omkijken naar een ander. Ja. En dat, um, nou ja, dat vind ik gewoon te gek. En dat is ook het type mensen dat ik zelf probeer uh, te zijn. Ja. Leuk. Ik wil het hebben een beetje over geld. <laughs> Een uh, interessant uh, topic, de relatie met geld. En onze perceptie, relatie met geld, wordt vaak gevormd door onze persoonlijke context, ook hoe we opgroeien. Dus misschien om te beginnen met jouw reis. Hoe ben jij, dus kijk naar jou, de manier waarop jij bent opgegroeid. Wat, is... Wat was jullie relatie tot geld? Uh, ik denk dat geld, ik ben gewoon heel. Uh... Mijn voorraad opgegroeid in een gezin waarin geld geen issue was. Twee werkende ouders. Nooit bezig hoeven houden met dat er iets wel of niet gekocht kon worden. Dus ik denk dat ik... Ook niet uh, rijke ouders. Dus, dus ook, en ook helemaal geen materialistische uh, mensen. Nu nog steeds niet. Maar nooit iets tekort gekomen. Niet hoeven betalen voor mijn eigen studie. Uh, niet een huur hoeven betalen voor mijn appartement tijdens het studeren. Dus echt wel, ik zou zeggen, met een heel grote zet zeg maar, de wereld in uh, uh, gekomen. Op dat ja. ja, maar ook dus niet heel financieel bewust. Ik ben veel te laat begonnen met uh, investeren. Ja. Uh, ik zei laatst tegen mijn vader die heel erg houdt van, hoe zeg je in Nederland stock picking, gewoon ja. aandelen uh, proberen te wedden op bepaalde aandelen. Ja. Dat vindt hij superleuk om te doen. Ja. En ik zei, oh, wat had ik graag gewild dat ik vanaf mijn achttiende in een indexfonds gewoon elke dag of elke maand uh, automatisch had belegd. Dus nooit ook die financiële. Uh, God, ik zit heel erg met die Engelse woorden, financial literacy. Gewoon het ja. financiële bewustzijn heb ik ja. dus heel laat. En wat is laat? Nou, begin dertig. Dus dat is ja. bijna, denk ik, zes jaar geleden. Ja. ja. En toen begonnen met dus wel geprobeerd aandelen te kiezen. Nou, ja. wisselend succes, zou ja. ik zeggen. Maar overal is dat gewoon helemaal geen goede strategie geweest voor mij. Ja. En uiteindelijk ben ik echt heel veel gaan lezen en kwam ik erachter... Gewoon mijn financiën automatiseren, elke maand inleggen in een indexfonds dat de markt volgt, is voor de persoon die ik ben het beste. En ook gewoon ja. aangetoond dat dat de hoogste return geeft. Op een. Exact. Ja. En wat triggerde jou dan uiteindelijk om op je 30ste of 31ste alsnog te beginnen? Nou, eigenlijk omdat ik spaargeld had en niet goed wist wat ik ermee uh, moest. En ja. toen. Uh, vrij vroeg in cryptocurrency ben gegaan en daarna heel veel domme dingen heb gedaan waardoor ik nu als ik niks had gedaan als ik gewoon had gekocht in 2016 wat ik heb gedaan en nooit meer iets had gedaan yeah. had ik nu uh, veel meer geld gehad dan alles wat ik heb geprobeerd zeg maar in dat of dat vlak yeah. en um, uh, uiteindelijk gewoon gelezen dus ik heb een aantal uh, mensen ontdekt die uh, voor mij Ramit Sethi is iemand die ik heel graag volg. Yeah. Die heeft een podcast waarin hij... super interessant vind ik trouwens in gesprek gaat met stellen over geld oké okay. super interessant ja yeah. En um, uiteindelijk, ik denk door zijn boek inderdaad, uh, gewoon gedacht... ik zoek een, uh, uh, een fonds in Nederland en uh, ja. ik beleg elke maand. Dat gaat automatisch. Ja. Ik kijk daar eigenlijk niet naar. Ja. Wil je zelf meer impact met je geld hebben of je geld op een betere manier inzetten... bijvoorbeeld voor het klimaat? Carbon Acting maakt het voor particulieren mogelijk om met een enkele investering... in een portefeuille van tientallen tot honderden klimaattechnologie-startups te investeren... Dit zijn bedrijven die werken aan uh, radicale oplossingen zoals plantaardig vlees, gigabatterijen of CO2-vrij cement. En je kunt daar tegen een verwacht rendement van 10 tot 15 procent per jaar in investeren via carbonequity.com. Wil je er meer over weten? Check onze website of teken je in voor een nieuwsbrief waardoor je continu op de hoogte wordt gehouden van. Klimaattechnologie, ontwikkelingen daarbinnen en uh, hoe je kunt investeren in carbon equity. Ja. Hoe zou je je relatie nu met geld omschrijven? Is dat een liefdesrelatie? Oh. Is dat een vrij kille zakelijke relatie? Ik zou zeggen, geen van beiden. Ik vind geld. Um... Ik weet zeker dat het leven veel lastiger is zonder geld. Ik zou er graag meer van hebben. Uh -huh. um... Maar het speelt niet een heel grote rol in mijn leven. Ook omdat ik altijd gewoon werk heb gehad waarmee ik genoeg heb verdiend. Dus het is, ja. het is nog nooit een stressfactor geweest. Maar ik ben wel altijd van, goh, hoe, hoe ziet het er straks uit als ik 50, 60, 70 ben? Ik ben wel, uh, ik ben zzp'er, dus ik ben ook vanaf begin 30 pas met een pensioen begonnen. Dat vind ik ook vrij later. Ja. Maar nu voelt het wel van, ik heb het op orde. Ik spaar van pensioen, ja. ik beleg, ik doe wat risicovollere dingen zoals bij Carbon Equity. Ja. Cryptocurrency, dus je kan zeggen gediversifieerd, uh, Heel goed. Ja, portfolio. ja. Ja, leuk. En hoe zou jij persoonlijke rijkdom definiëren? Wat, wat, wat is dat voor jou? Als, ja, ik denk dan dus niet eens meteen aan geld. Maar bedoel, ja. in de context van geld? Nee, niet per se. Oké, okay. wat is rijkdom voor jou? Waar ben je eigenlijk, hè, zeg je van nou nu heb ik alles wat ik, wat ik wil hebben. Ik zou denken, uh, goede relaties. Dus voor mij, ik ben single nog, maar dat een partner zou voor mij echt rijkdom zijn. Oké. Okay. Um... Hoop genoeg ook een van de redenen dat ik dus investeer wel van omdat ik dacht, die community misschien kom ik daar wel een leuke man tegen. Ja, ik zeg maar, ik zeg het overal de camera en dan moet als datingcoördinator nou ja, ja, maar goed, jij onderschat misschien de waarde? We slingeren het hier gewoon de eter in. Dit doe ik dus zo waar ik kan, omdat ik altijd hoop dat ik op deze manier moet. nee, dus ik, ik zie persoonlijk rijkdom veel meer op het gebied van relaties en uh, ik denk lichamelijke gezondheid. Maar ik ben me bewust van het feit dat ik geen armoede ken en ik weet vrijwel zeker als die wel zou kennen dat het. Uh... Nou goed, ik ik wil wel heel graag dat ik uh, voldoende geld heb. En ik heb het goed ja. dat ik een huis heb gekocht nog net voordat het toen ik terug verhuisd uit Amerika toen heb ik een huis gekocht. Dus dat was begin 2016. Oh, goede tijd. Mega goede ja. keuze geweest. Toen dacht ik namelijk eerst van ik wacht tot ik een man en moeder dan doe ik het met hem samen. Ja. Nou goed, de beste keuze is geweest om dat dus niet te doen, om niet te wachten. Ja. Um, dus ik denk dat persoonlijk rijkdom is relaties, gezondheid en eigenlijk veiligheid. Ja, het ontbreken van armoede. Ja. Exact. En je hebt het over genoeg. Als je daar een bedrag aan moest hangen en zegt van nou: Dit is voor mij genoeg vermogen voor de rest van mijn leven. En elke euro daarbovenop zou ik doneren. Hmm. Wat zou dat bedrag zijn voor jou? Uh, nou, ik probeer al veel te doneren. Dus dat is voor mij niet een. Uh, ik kan niet zeggen dat ik helemaal in die 10% al zit. Maar ik vind het wel echt heel mooi om. Om, om de richting dat percentage te gaan van wat je afstaat. Dus dat is niet van als ik een bepaalde grens wil yeah. bereiken. Ja, wat zou dat zijn? Dat zou zijn een fijner huis nog mm -hmm. uh, in de natuur. Nou, dat hoeft niet heel veel meer te zijn hoor dan dat. Ik weet, uh, ik heb niet berekend. Oh, ik kan nu zeggen tegen jou, maar ik zou, dat zou in de lage regio van 1 of 2 miljoen okay. cash zijn. Yeah. En dan weet ik, als je dat dus belegd en je hebt een return van ongeveer 4 tot 8%. Dan ben je goed voor de rest van je leven. Ja. Yeah. Ja, dus heel veel. Ik ben niet materialistisch ingesteld, dus yeah. maar een heel fijn huis yeah. um, en een aantal mensen om je heen, weet je wel, kunnen helpen of ze Dat lijkt me heel uh, fijn. Yeah. Ja. Ja. Uh, hoe is je relatie tot geld uh, geëvalueerd over de afgelopen tien jaar? Um, ik weet niet of die heel erg veranderd is over de afgelopen tien jaar. Ik werk sinds uh, 2011, dus dat was iets lang, laat ik zeggen, niet vrijwilligerswerk. Ja. Een aantal van de dingen die je noemde in de introductie, ja. dat was vrijwilligerswerk, maar was wel echt werk. Ja. Um, dus ik werk betaald sinds 2011. Ja. ja, en ik heb denk ik altijd wel normaal verdiend. Sommige jaren heel goed en andere jaren wat minder. Mm. Um, ja, wat is, wat is je vraag, wat mijn relatie tot geld is? Of volgens is dat veel meer van de weet. Ja, of in het begin daar veel meer angst voor had. En nu meer comfort. Je zegt, ik heb veel meer controle nu over mijn financiële situatie. Is dat veranderd over de tijd? Nou, ik, ik vind het dus heel erg jammer dat ik pas later ben begonnen met beleggen. Ik heb gewoon ja. veel te weinig oog gehad voor wat dat je kan brengen. Dus ik vind dat heel jammer. Ja. Dat is gewoon een, een, een waste geweest. Uh... Dus ik ben blij dat ik dat nu op orde heb, maar ik moet zeggen, ik zou nog veel meer kunnen leren. Ik vind mezelf ja. niet... Ik heb het goed, maar ik vind, ik vind dat ik wel nog beter onderlegd zou kunnen worden in, uh, op het gebied van financiën. Ja, maar ik ben psycholoog. Ik merk gewoon economische dingen. Dat is toch alles wat psychologisch is, dat klikt meteen in mijn hoofd en dat onthoud ik. Ja. En uh, financiën is voor mij toch moeilijker om uh, te vatten en te onthouden, merk ik. Ja, geld is grotendeels psychologie, denk ik. maar... Ja, ja. oké. Okay, ik bedoel dan even gewoon de technische ja, ja. termen of hoe ja. precies werkt ja. daar dus zit. Ja, ja, nee makes sense. Hey, en je bent nu uh, aan het beleggen, uh, ook een stukje aan het investeren. Wat is jouw motivatie om te willen investeren? Ja, nou om te willen investeren, gewoon om wel uh, geld te laten groeien. Ja. Um, private equity. Ik ben tien jaar onderdeel nu van de Nederlandse start-up scene. En ja. ik wilde al heel graag meer van hoe is het om deel te nemen aan een VC fund of als angel investor. Ja. Maar ik had nooit die toegang. Ja. Ik heb een aantal vrienden die zijn partners bij grote fondsen, maar het minimale bedrag dat je moest inleggen was 100.000 euro, 500.000 euro. Ja. Dus voor mij is het. Uh, nou, investeren is gewoon common sense. In de zin van dat als je spaargeld hebt, vind ik het jammer om het niet te doen. Ja. En uh, private equity zou ik zeggen. Het leerproces eigenlijk vooral. Gewoon weten hoe het werkt. Het papierwerk zien. Het proces doormaken. Dus ik zie het ook echt als leergeld. <totototie> ja. Want waarom uh, vind je het belangrijk om... En het typisch investeer je in beursgenoteerde uh, indexfondsen. Dat is set and forget strategie. Bij Carbon Inc. investeer je in startups en scale-ups. Middels uh, venture capital en private equity fondsen. Waarom was dat voor jou... Uh, een goed alternatief? Drie redenen, de eerste is om te leren, om het proces door te maken, vond ik interessant en jullie geven een toegang tot iets wat ik gewoon nergens anders krijg. Ja. Want ik kan niet deelnemen, ik doe mee met 25.000 euro en dat is ja. laag voor elk andere fonds. Ja. Uh, tweede is gewoon een bewuste keuze om te willen inleggen op uh, climate tech en decarbonisation. Ik denk, want volgens mij, ik verwacht ongeveer, ik hoop dat het bedrag wat ik heb ingelegd verdubbelt over tien jaar. Ja. En volgens mij, uh, een indexfonds heeft een hogere return. Dus ik neem voor lief dat ik verwacht dat het minder geld opbrengt. Maar het voelt goed. Uh, ja, en derde dus die community functie. Dat ik het oprecht leuk vind om onderdeel te zijn van een groep mensen die um, ja, kiest met geld. En die op deze manier een bewuste keuze maakt. Probeer dingen te doen waar je mensen ontmoet die je leuk vindt. En dit is een van de dingen. Ja, ja. Dus daarom ben ik investeerder geworden. Leuk. In general, hoe ben jij uh, bezig met maatschappelijke doelen en geld? Is het voor jou van belang om met je geld een bepaalde impact te maken of niet per se? Is dat een secundair doel? Uh, nou, dat is niet een secundair doel. Ik denk als ik meer... Ga, ik, ik zei net van... Het is niet dat ik een bepaalde grens moet bereiken en dan pas ga ik doen aan filantropie. Ja. Maar ik ben wel heel geïnteresseerd in dat stuk van effective altruism. Ja. En ik vind het heel leuk om... Uh, die beweging van de 10% club in Nederland... Uh, om naar die meetings ook te gaan. Ja. En daar te leren hoe je dus je geld inzet. Waar het het meeste effect heeft. Dus ik zie zeker een relatie. Ik zou gewoon... Ik zou wel meer willen verdienen. Zodat ik dat meer kan doen. Ja. Dus ik heb nog niet die pledge getekend van... Je geeft echt 10% van je inkomsten. Uh, ...weg, ja. zoveel verdien ik gewoon nog niet. Ja. Um, maar wel een paar procent. Ja. Ja. Leuk. Ja. Dus er is zeker een relatie. Cool. Ja. Geloof jij uh, in het concept van stemmen met je portemonnee? Ja, zeker. Ja. Heb je daar ook mooie voorbeelden van gezien? Hoe geld echt impact kan hebben? Oh. ehm... Um... Ja, dat weet ik niet of ik daar meteen een heel goed voorbeeld heb kan ik daar zo iets terugkomen? Ja, zeker. Naar denk ik, ook Hilar. geld en ja. impact kan hebben. Ja. Nou ja, ja, ik denk dan meteen dus aan toch wel iemand als Bill Gates die natuurlijk heel erg bekend stond als, uh, nou, niet heel geliefde tech ondernemer per se denk ik, maar die zijn hele niet aan de reputatie, maar gewoon in het echt. Ja, die zo, ja, die heeft een aantal vaccins stuk op de markt kunnen brengen met zijn support die uh, daadwerkelijk ziektes uit de wereld hebben geholpen. Ja, ik vind dat wel een heel groot. Dat is wel echt goed doen met geld. Ja. Of uh, nog beter vind ik eigenlijk de ex-vrouw van um, uh, Jeff Bezos. En die, wat ik daar heel gaaf aan vind is ik hoor dat dan zo nu en dan in podcasts. Ja. Dat zij dus gewoon, zonder dat ze daar PR voor vraagt, gewoon een, een, een goed doel opbelt en zegt, we gaan uh, een miljoen overmaken naar jullie. En, uh, ja. en dan hoor je dat in een podcast verteld door de oprichter van dat specifieke... Ja. Goede doel, maar daar wordt helemaal niet heel veel aandacht door haar voor Recht. gegenereerd. Ik vind dat echt te gek. Dus zij ja. doet echt heel veel met haar. Um, ja, dus ik vind haar. Hoe heet zij? Ik kan haar naam nu even niet. Anyway, erg eigenlijk. De ex van Jeff Bezos. Ik had ja. echt haar naam niet. Ja. <laughs> Sorry. Ja, gehoor. exact. Um, jij zegt: ik wil specifiek in dat thema klimaattechnologie investeren. Ja. Waarom? Nou, om, ja, als je ergens nu mee bezig bent, denk ik dat het het, het bevechten van klimaatverandering moet zijn. Mm -hmm. Ik zou niet weten waar ik beter in zou kunnen investeren. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik denk dat er niets relevanters is om nu mee bezig te zijn. In het, in het leven, eerlijk gezegd. Klinkt een beetje ja, raar. maar ja, exact. Ja. Ja. Jij hebt eerst in je carrière dopper naar Amerika gebracht. Hoe was dat? Oh, dat is hoe was dat? Ja, daar zijn heel veel antwoorden op te geven. Ik was heel jong, 28. Het was en fantastisch, ja, en het was super heftig. Het was echt heel heftig. Het was, um, ik was onervaren met ondernemen in Amerika. Ja, dus het was, ik, ja, het was een ongekend avontuur. Ik ben zo dankbaar dat ik het heb mogen doen, maar ik kan niet ontkennen dat het ook heel intens was. En het is gelukt in de zin van het bedrijf stond, maar het is niet het succes geworden wat we hadden gehoopt. Wat waren de grootste uitdagingen waar je mee te maken had? Ik denk time in the market. Dus er was al een lokale favoriet, Clean Canteen, clean canteen en die is van roestvrij staal. Ja. En wij hadden wel een groter model, wat nu inmiddels al lang op de markt is, van roestvrij staal, van doppen grotere. Um, maar de dop bleef lekker. En dat is echt een mega probleem. Dus ik heb daar een jaar geleurd met toch wel de kleine plastic flesjes. Was wel enigszins ironisch dat de dop van de dopper. Ja, lekt. Inderdaad. Maar ook dat Amerika eigenlijk al de transitie aan het maken was van roestvrij staal naar glas. Ja. Um, dus later heeft de oprichter van Dopper Marijn het ook nog geprobeerd om het vanuit New York op te zetten. Ik woon in San Francisco. Het is gelukt, maar het is niet. In Europa gaat het echt nog steeds als een En In ja. Amerika is, is het niet van de grond gekomen zoals we hadden gehoopt. Nee. Wat was jouw belangrijkste ondernemersles uit Dopper? Um, dat je mensen dus echt een les... Ja, dat je mensen moet aannemen... Wij is een no-brainer, een open deur. Maar dat je mensen moet aannemen die echt een andere skillset hebben dan jijzelf. Dus ik dacht aan het begin van... Ik heb veel te weinig tijd zelf. Ik moet iemand hebben die op mij lijkt. Zodat we dubbel zoveel capaciteit hebben. Mm -hmm. En achteraf, ik had echt iemand moeten aannemen met een... Uh, in dit geval een buyer network. Dus in Amerika is de manier waarop je in winkels komt heel specifiek. En je hebt gewoon iemand nodig die al die inkopers kent. Dus neem iemand aan, inderdaad, die niet jouw uh, vaardigheden heeft. Dat is echt een fout die ik heb gemaakt. Ja. Niet jezelf klonen. Nee, nou ja, precies dat. Dat is wat ik dacht dat ik moest doen en dat moest ik juist niet doen. Hey. Je bent later nog eens ondernemer geweest, dan heb je deel opgezet. Ja. Uh, deel was een coöperatief uh, om bijvoorbeeld je auto te delen met je buren. Ja. Uh, hoe is dat verlopen? Ja, dat nou, deel was inderdaad, dat is bedacht door een man, Walter Drescher uit Den Haag. Ik hoorde hem presenteren over zijn idee. En ik zat in het publiek en ik werkte op dat moment voor een, uh, ook een autodeel initiatief. En ik zat in het publiek en ik dacht: jeetje, wat hij daar presenteert, is eigenlijk veel beter dan waar ik mee bezig ben. Dus dat heb ik tegen hem gezegd aan het eind van zijn presentatie. En toen zijn we in contact gekomen en toen vroeg hij eigenlijk: van, wil je dit bij mij opzetten? Want ik heb echt een mederopgericht genomen. En wat wij deden is, wij waren zelf een coöperatie. Maar wij en hij nog steeds trouwens helpen buren of wij helpen buren om samen een co op, een coöperatie te starten, dus een, een, een juridische entiteit, waarmee ze samen auto's konden leasen of kopen. En meestal waren het groepen van ongeveer 30, 40 bewoners in een wijk. Die verkochten dan eerst zeg 10 tot 15 benzineauto's. En dan kochten ze als groep of ze leasen als groep 3 tot 4 of 5 elektrische auto's terug. Gaaf. Ja, en dan gingen er dus, um, nou er was meer uh, parkeergelegenheid. Dus er kwamen zeg 10. Parkeerplekken vrij, ja. de helft werd dan teruggegeven aan de buurt, dus ook niemand kon er niet blij mee zijn. Ja. En de helft werd vergroend, ah, dus het was echt: het kostte mensen minder geld. het ja. gaf mensen bij elkaar, het was echt ja. sociale cohesie verhogend. Ja. En het uh, ja, het was dus elektrisch vervoer in plaats van benzine. Dus dat zee uh, ja, echt heel cool. Is het een succes geworden? Nou, hij wordt er nog steeds mee bezig. Het gaat gewoon heel langzaam, maar um, dus. Is het dus succes geworden? Het is succesvol, maar het, er zijn nog lang niet genoeg coöperaties. En ja. waarom gaat het zo langzaam? Het is een heel lang proces om, om een coöperatie op te richten. Om met veertig man overeen te komen. Welke auto's je dan met z'n veertigen wil kopen. Ja. Dus het is heel waardevol, maar het is gewoon heel tijdrovend. Ja, dat ja. is het antwoord. Ja. Mooi. Ja. We gaan naar een aantal fireside questions. Wat is het beste geldadvies wat jou ooit hebt gekregen? Uh, ik denk uh, geld uh, automatiseren en beleggen in een, uh, in een indexfonds dat de markt volgt. Ja, gewoon uh, set and forget, inderdaad. En uh, dat vanaf een hele jonge leeftijd doen. Ik had gewild dat ik dat vanaf mijn 18 had gedaan. Ja. Wat is uh, de belangrijkste actie die iemand kan nemen die duurzamer wil leven? Oh, absoluut minder spullen kopen. Ja, uh, minder spullen kopen. Kost je minder geld. Maakt je waarschijnlijk, het, volgens mij leidt het echt tot meer geluk als je meer geld geeft aan uh, dingen doen. Ja. Het is gewoon heel erg veel afval. Um, ja, de, minder spullen kopen. Ja, koop minder spullen. Goed. Absoluut. Wie inspireert jou op het vlak van duurzaam leiderschap? Op het vlak van duurzaam leiderschap, um, nou, ik denk wel de oprichter van Dopper. Uh, Marijn Everheijns, die heeft nou en dopen opgericht. Dat bedrijf leidt hij nu niet meer zelf. Er is een vrouw uh, die nu aan het hoofd staat als CEO. Maar Marijn is daarna in uh, Haarlem een pand gestart, wat een coworking space is voor uh, sociaal ondernemers. Dus dat is te gek. En op de begane grond van dat pand zit een veganistisch restaurant, Mama Gaia. En uh, ja, ik vind hem echt een voorbeeld van iemand die continu blijft ondernemen. Dus dat is te gek. Um, Echt heel hard werkt en altijd bezig is met gewoon impact maken door zijn ondernemerschap. Dus ik zou nou zeggen, en het is gewoon een heel fijn persoon ook nog. Dus Marijn is wel echt een voorbeeld voor mij. Ja, cool. echt veel bewondering voor. Favoriete klimaattechnologie? Ik, nou, ik ben wel heel interessant, of uh, heel geïntrigeerd door carbon capture. Um, hoe heet dat Nederlandse bedrijf Corbijn? Of in ieder geval een soort van apparaat dat uh, CO2 uit de lucht zuigt. Ja, ik kan me voorstellen dat we daar heel veel aan gaan hebben. Ja. Dus daar ben ik wel heel, uh... en ik vind ergens de ocean cleanup, maar ik... de ocean cleanup vind ik dus interessant omdat het afval opruimt, maar ik ben veel meer voor aan de start gewoon veel minder uh, gebruiken, zodat er ook veel minder in het water belandt. Maar ik vind carbon capture wel heel interessant qua technologie. Cool. Ja. Favoriete podcast over ondernemen, geld of duurzaamheid? Uh, ja, mijn favoriete is I Will Teach You To Be Rich. Raar titel. Maar uh, Ramit Zeti, dat is een, uh, ik zou wel zeggen, financieel expert. En die gaat in gesprek met stellen over geld. Heel interessant, want het is vaak een heel ongemakkelijk onderwerp. Hij is als een soort mediator. Dus en je hoort mensen die gewoon op een hele vreemde manier met geld omgaan. Die heel, ja, ik kan wel zeggen, echt domme keuzes maken op het gebied van geld. Waar ik me overigens heel erg goed in kan inleven. Uh, dus op heel kleine schaal heel erg moeilijk doen over geld. En dan op de grote gebieden keuzes maken die ontzettend veel meer geld kosten. En hij betrekt er ook helemaal bij van hoe je achtergrond invloed heeft op hoe je omgaat met geld. En dat vind ik super interessant. Ja. Best is een boek over, van, over duurzaamheid? Um, er is één boek en dat heet Sustainability Without the Hot Air. En dat maakt heel goed onderscheid, precies tussen dat penny wise pound foolish, wat je met geld kan doen, ook um, op het gebied van de keuzes die je maakt op duurzaamheid. Dus het, het is een boek wat helemaal uitlegt waar je het meeste effect kan. Sorteren van jouw keuzes op het gebied van duurzaamheid. Dus Sustainability Without Hard Air vind ik een heel goed boek. Cool, dankjewel. Graag gedaan.